Afgelopen vrijdag ging ik naar de film Utøya over het eiland in Noorwegen waar 7 jaar geleden Anders Breivik 69 jongeren neerschoot. Ik vergiste me bij de kassa nog en zei graag een kaartje voor Utøya. We zaten met een man of 20 in de bioscoop. De stemming was gelaten. Het onderwerp is natuurlijk ook gruwelijk. Jonge mensen op een jeugdkamp die afgeslacht worden door een rechtsextremistische gek. Een pleonasme. De man naast me leek daar echter geen last van te hebben. Hij had een groot glas bier en etenswaren bij zich en begon tijdens de reclames uitgebreid te appen met iemand die kennelijk gevoel voor humor had, want hij moest meerdere malen hardop gniffelen. Toen de film begon, begon hij aan zijn zakje M&M's. De film duurt 72 minuten, precies even lang als de aanval duurde, en begint met een telefoongesprek van de hoofdpersoon Kaya, een meisje van 20. Haar moeder belt om te zeggen dat er een aanslag is gepleegd op een regeringsgebouw in Oslo en ze maakt zich zorgen over haar veiligheid. Dat is niet nodig, zegt Kaya. We zitten op een eiland. Het is de veiligste plek op aarde. De eerste 10 minuten van de film zijn misschien wel de zwaarste. Je ziet de jongeren onbezorgd met elkaar praten en discussiëren. Het moment vlak voordat het noodlot toeslaat is vaak het gruwelijkst. Dan de eerste geweerschoten. Rotjes, denken ze eerst nog. Dan volgt de hellentocht van Kaya op zoek naar haar zusje, terwijl Breivik dood en verderf zaait. Ik realiseerde me dat in bijna alle films die ik ken geweld wordt gestileerd. Mooi gefilmd, muziek eronder. Maar niets van dat alles vind je in Utøya. Nergens zie je iemand neergeschoten worden. Nooit zie je iemand kreunend op de grond vallen. Op een paar seconden na zie je de moordenaar niet aan het werk. Je hoort alleen de schoten. Dan weer dichtbij, dan weer veraf. Het gaat maar door. Geen muziek ook, geen heldendom. En ook Kaya overleeft het niet. Haar zusje, naar wie ze al die tijd zocht, wel. De gruwelijke willekeur van het leven. Ondanks de totale afwezigheid ervan leert Utøya ons meer over geweld dan welke andere film die ik ooit gezien heb. Het laat zien wat het aanricht. De angst, de paniek, de helse dilemma's. Moeten we vluchten of moeten we ons schuilhouden? Met hoeveel zijn de aanvallers? Waar blijft de hulp? Dat vooral. 72 minuten lang vraag je je af, waar blijft in godsnaam de hulp? Ik las achteraf dat de Noorse politie maar 1 helikopter had die een antiterreureenheid kon vervoeren en dat de bemanning met vakantie was. Toen ze uiteindelijk met de auto aankwamen, bleek er ook nog eens geen boot te zijn om ze over te zetten. Tijdens het kijken schoten er allerlei gedachten door mijn hoofd. Dat gestileerd geweld in films hetzelfde is als porno. Dat ik zelf Anders Breivik neigingen krijg van iemand die naast mijn zak M&M's eet. Dat het onvoorstelbaar is dat Volkert van de Graaf alweer op vrije voeten is. Maar vooral stelde ik mezelf de vraag, wat zou ik doen? In de film zit een jongen die heel lang blijft geloven dat het allemaal niet waar is. Dat het maar een oefening is om de jongeren te leren omgaan met paniek. Ik vrees dat ik die jongen zou zijn.